warmte kookt. Hartstikke leuk dat jullie weer kijken naar Splix, dit nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. Ik ga vandaag een hele lekkere, simpele en snelle kies of hartige taart, hoe je het noemen wil, maken. Ik ga je dus laten zien wat je daarvoor nodig hebt en hoe je maakt. En dan zou ik zeggen, vergeet me eventjes niet te volgen op Instagram, @ArthurKookt en op YouTube, @ArthurKookt voor leuke kookvideo's. En op Instagram voor mijn kookfoto's. Hartstikke tof als je dat wil doen. En delen met iedereen in je omgeving. En zou ik zeggen, veel kook en leerplezier. Wat heb je allemaal nodig? Geraspte kaas. Een beetje tarwebloem om de aren mee te bestuiven. Italiaanse kruiden. Een beetje groente. Ik heb gekozen voor gegrilde groente. Broccoli hebben we nodig. Kweksaus hebben we nodig vandaag. Een bladerdeeg hebben we nodig. Een lepel met kweksaus mee te scheppen. We hebben een bakje nodig voor in de oven. Een ovenschaal. Een roomboter hebben we nodig om het mee in te vetten, het bakje. We hebben een deegroller nodig. En we hebben een oven nodig. Als je wil weten hoe lang de bladerdeeg moet in de oven, dan heb ik hier de verpakking. Aan de achterkant staat hoe lang het moet. En hier staat hete luchtoven 210 graden. En dan ongeveer 15 tot 20 minuten in de oven. Dus ik begin straks met 15 minuten. Dan kan ik altijd nog wat bij doen. Ik ga even het licht aandoen. En dan ga ik even naar de openstand kijken. Dan ga ik draaien. Het was 210 graden. Dat is 210 ongeveer is dit. Hete lucht. En dan warmt hij voor. Dat kun je horen. En als dit lampje nou uit is, dan is hij klaar, goed voorverwarmd en kan het de oven in. Ik ga eens even mijn handen wassen. Ik heb net mijn handen gewassen. Ondertussen heb ik de bladerdeeg laten ontdooien. Dit is ontdooid. Het papiertje haal ik eraf. En ik ga beginnen met de bloem op de aren te bestuiven. Dat doe ik even om te zorgen dat het niet blijft plakken, de bladerdeeg straks. Dan ga ik wat pakken hiervan op. En dat doe ik dan even op de deegroller. Hij is anti-kleef, maar toch vind ik het fijnst om het zo nog even te doen. Dan gaan we de bladerdeeg pakken. Dan gaan we proberen te rollen. Gewoon te rollen. En dan gaan we wat uitrollen. En echt alleen maar uitrollen. En als je denkt dat het plakt, dan doe je het even zo. We gaan hem even uitrollen. Dan draai hem even om. We rollen hem uit. We rollen hem helemaal uit. Tot zover we denken dat het kan. Wat scheurtjes, dus ik vind hem goed. Pas op, hè, want dat kan altijd scheuren. Ja, dat is vrij dun. Gaan we nu beginnen met het bakje en de boter. Waarom ga ik dit bakje invetten met boter? Puur om het feit dat het dan niet gaat kleven, de onderkant, met de bladerdeeg. Dus dat is heel fijn. Klein beetje, maar want het is echt wel stevig genoeg. Ik ga het zo het eindresultaat zien. Kijk. Dit is ongeveer wel goed genoeg.
En dan gaan we de boter gelijk even terugleggen in de koelkast. Want anders dan smelt het. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Nou, dan gaan we de bladerdeeg er net inleggen. Zo rondom inleggen. En ik maak er met mijn handjes een beetje gaasje in. Kan ook met een voorkort trouwens. Maar dan zorg ik ervoor dat die bladerdeeg goed gaar wordt. En nu maak ik even daar echt schoon. Ik ga beginnen met de quick sounds. Een beetje de onderkant te bedekken van de bladerdeeg. Hartstikke lekker. Quick sounds kende ik toevallig via een collega. Ik had er nog nooit van gehoord. En het is echt super lekker. Heel makkelijk, ook lekker op mijn tosti. Dan gaan we de gegrilde groenten daar pakken. Lekker beleggen. En we gaan de broccoli erbij pakken. Gaat een beetje mengen. Als het ware. En dan gaan we nog een beetje zout bij doen. Een beetje zout overheen doen. Lekker vegetarisch is dit recept. Zeker met alles wat je over hebt, is het heel makkelijk om te maken. Maar je kan ook vlees over hebben, stukjes vlees of vis eroverheen doen. Buigen, geen enkel probleem. Handen weer even schoonmaken. Klein beetje Italiaanse kruiden overheen doen. Dan als laatste de geraspte kaas. En dan voilà! Zelfgemaakte hartstaart en kies. Hij kan de oven, als de oven voorverwarmd is, dat gaan we nu even kijken. Zoals jullie nog goed kunnen zien, is het lampje uit. Dus hij is goed voorverwarmd, de oven. Dus ik ga het nu de oven doen. Kijk maar mee. Ik ga het nu de oven doen. Gebruik altijd daarvoor ovenhandschoenen. De oven is open. De deur van de oven. Dan gaat het erin. En dan zet ik hem op 15 minuten de timer. Dus dan ga ik even de aardappel opruimen. Moet ik er even een handspullen weg. Bloem, altijd dicht maken. En in een lichte bakje, doosje, doen. De geraspte kaas. Als je die niet te lang buiten hebt laten staan, de koelkast, dan kan die ook weer terug de koelkast in. En zo ga je door, tot de hele aardappel is opgeruimd. Zo, de timer gaat af net, zoals je hoort. Dus we kunnen even gaan kijken hoe de oven eruit ziet. Kies. Oh, lekker hoor.
Als ik goed kijk, ziet dit er lekker uit. Zet op de aardig. Dan zet ik de oven uit. En dan even wachten tot het is afgekoeld. En dan kan ik gaan eten. Hallo allemaal, hartstikke leuk en tof dat jullie hebben gekeken naar deze Splitsplint nieuwe kookvideo. Hierin heb ik jullie uitgelegd hoe je lekkere, snelle kies, oftewel hard getaard, hoe je het noemen wil, kunt maken. Het ziet er heel lekker uit. Ik ben heel erg blij met het eindresultaat. Vond je dit nou een leuke, toffe, te gekke kookvideo? Laat het even weten onderaan in de reacties in de comments. Vergeet even geen duimpje te doen. Vergeet even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal Arthur Kookt. Of me te volgen op Instagram @ArthurKookt. En dan zou ik zeggen tot een hele nieuwe toffe te gekke kookvideo van Arthur Kookt. Houdoe!